Ik ben betrokken bij de huisartsrol bij vereniging Luxus, die ook weer de rechtspersoon is achter de huisartsrol voor een deel. Ja, platform Haagse Broedplaatsen bestaat sinds 2000. Dat was in reactie op een situatie waarin in Amsterdam en Den Haag een groot aantal panden waar culturele bedrijven gesloten werden. Men zag toch in dat het van belang is om broedplaatsen te hebben. Een broedplaats is een plek waar het soms gewoond wordt, maar waar vaak ateliers zijn en wat vaak een podiumfunctie heeft. Dus een combinatie van activiteiten, vaak ook internationale uitwisseling, wat als belangrijk wordt gezien voor het culturele klimaat in een stad. Een aantal kleinere ruimtes zijn verbouwd met behulp van de gemeente. En een aantal panden zijn ook als tijdelijke broedplaats in gebruik genomen. Dus er zijn goede dingen gebeurd, maar het zijn niet wel de reden. De situatie nu is enigszins zorgwekkend aan het worden. De gemeente wil vaak dat er heel streng aan allerlei richtlijnen en regeltjes wordt vastgehouden. Waardoor de elasticiteit, de rek die een broedplaats nodig heeft om goed te kunnen functioneren, in feite beknot wordt. Dat is, wordt ervaren als een ongewenste situatie. Het is nog steeds, en dat heeft niet alleen met het broedplaatsbeleid, maar ook met atelierbeleid te maken, een tekort aan betaalbare werkruimtes voor kunstenaars. Dan voor de broedplaatsen zelf is er toch maar heel beperkt doorgroei van tijdelijke broedsituaties, als het ware, naar permanente broedsituaties. En het is ook zo, een hoop tijdelijke broedplaatsen moeten weer wijken. En dat is de laatste tijd, de gemeente heeft de ambitie om culturele hoofdstad van Europa te worden in 2018. Is blij met het beleid, zegt dat ook tegen andere mensen, van kijk, we hebben broedplaatsbeleid, dat is goed, we doen er wat aan. Ondertussen wordt de een na de andere broedplaats eigenlijk met sluiting bedreigd. De illusie wordt bedreigd, de garage, dat is ook allemaal niet helemaal duidelijk hoe zich dat gaat ontwikkelen. King Kong is een voorbeeld. En natuurlijk ook de plek waar u vandaag te gast bent, de huisartsschool. Wij moeten dit pand per 1 september, dus eind volgende week, leeg opleveren. Dus Manuel vertelt zo wat meer daarover. Maar het is meestal posters maken voor de shows die we officieel onder naam Helbaas, wat in de kelder gebeurt. Ik denk dat we vorig jaar zo'n 50 shows hebben gedaan, één keer per week. De muziek die we daar doen, gaat van volk tot. Er zijn boekjes gemaakt, er zijn posters gemaakt. Er zijn dingen die opgenomen die uitgegeven zijn, zoals LP, als CD's. Viel Alkenburg, de meest pittoreske broedplaats van Den Haag, geloof ik, op dit moment. Ik ben lid van Vereniging Het Binnenhof, dat actief is sinds 1991. Vilokkenburg is een derde pand, ons derde pand. Ik ben actief daar sinds 2006. Ik wil u van allemaal harte welkom heten bij onze volgende publieke activiteit, dat is de Vrije Sivier. Wij zijn heel jaar door werkzaam met 9 mensen. Beeldende kunst, de meest waardevolle wellicht van het broedplaats, dat blijft toch wel deels verborgen, is het maken. Daar is niet veel van te zien. Bij de publieke activiteit proberen we
naar buiten te treden en mensen naar binnen te halen en commerciëren. Maar heel veel is niet te zien op de plek zelf. Dat gebeurt in China, waar een van onze leden exposeert, of in Italië, op de Biennale, waar een van onze leden naartoe gaat, en door heel Nederland. En dat verborgen gedeelte van de boerenplaats is ook essentieel en dan moet je inderdaad maar met je ogen voor open hebben en nieuwsgierig moeten zijn. Als je het saai vindt, mag je erheen. Gewoon een plek waar allerlei mensen bij elkaar wonen om en werken en met kunst bezig zijn, waar bandjes spelen, waar bandjes oefenen, waar het publiek komt kijken naar voorstellingen. Dus ateliers kunnen erin zitten, er kunnen restaurantjes in zitten, winkeltjes, maar het heeft allemaal wel te maken met de alternatieve cultuur die vaak in de stad zich natuurlijk een plek moet bevechten. Dat gebeurt bij ons in de vloer. Nou, ik loop hier zomaar een ruimte binnen waar alternatieve muziek hoorbaar is. En waar ik ook nu gelijk weet waar ik dat drumgeluid vandaan kom regelmatig. En hier wordt dus vrije kunst gemaakt. En op de manier langs die lijn is het water. Ja, ja. Dat is het volgens mij. Dat echt gaaf. Het is iets langs. Een totaal ander sfeertje hier. Echt mooi. Het is een mooie lounge. Als het mooi weer is tenminste. En dat is het toevallig. Vandaar. Wat is dit voor productie? Van het huis hier, van de concerten en van de broedplaats. Van de mensen die hier wonen, de optredens die beneden zijn geweest. Ja, ja. Ja. Lekker relaxed dit. Wat doen jullie dan? Jullie treden op? We maken radio. Op Radio Tonka. We hebben hier beneden concerten gegeven en dat soort dingen. Oh, ja. Nodigen we mensen uit en draaien we zelf plaatjes. En komen jullie ook wel eens in de garage? Ja. Als we nou met z'n allen naar die danser toe gaan, dan gaat die dansen. Wat is dat nu? Nou ja, ik bedoel, hij wacht tot er 20 man is. Ja, ik denk nou, er is niemand, dan lopen we weer weg. En wat doen jullie hier? Heel eerlijk gezegd, ja? Er was helemaal niets te doen vandaag. Ja? En ik kwam een mail tegen dat ze op huis was van de week al. Oh, en waar zit je dan normaal? Normaal was hier beneden altijd muziek. Ja, precies. Op de meest onmogelijke tijden, zoals het zondagavond, woensdag. Ben je veel geweest? Zie je nog wel. Niet genoeg. En de garage, ben je daar wel eens geweest? Ja, maar ja, die hebben ook altijd eigenlijk dezelfde tijden, ja, hè? Dat is ook altijd zondag 6 uur.